Pronto Wonen. Lekker snel genieten van uw nieuwe meubelen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Een onnodige ontsnapping. He, want Roelofs heeft naast me 21 mogelijkheden aangeklikt op de iPad. Dus 14 kansen geloof ik, 5 halve kansen, een aantal mogelijkheden. En dan is het rendement te gering, waardoor je jezelf enorm moeilijk maakt. He. Dat was niet nodig vandaag. De Graafschap lange tijd zoekende naar die openingstreffer. Dan komt hij uiteindelijk. Ja, laten we daar nog even naar kijken, want die goal van Seuntjes, hoe heb jij die beleefd? Ja, weet je, dat is niet de eerste keer. Hè. We hebben, bij MVV had hij ook zoiets. Hè. Maar wat ik vooral heel erg belangrijk vond vandaag, dat hij enorm balvast was. Hij was bij elke mogelijkheid was hij betrokken hè, als tussenstation. En dat is precies die kwaliteit die we zo enorm gemist hebben toen hij geblesseerd was. Dus ja, we kunnen weer kijken naar die goal. Maar in ons hele spelpatroon speelt Ralf gewoon een waanzinnige belangrijke rol. Nou, die 1-0 begint de Graafschap ook wat makkelijker te voetballen. Komt ook op een gegeven moment het penalty moment. Hamdoui, is hij ook de nummer 1 op de lijst? Die staat op de lijst. We hebben niet echt een lijst. Dat wordt natuurlijk geregeld door Ralf. En je weet hoe het werkt. Dan sluit je weer achteraan. Hè. Dus we hebben wel een paar jongens die dit kunnen. Maar die bal komt onderkant lat en die stuit eruit. En als die onderkant lat erin gaat, ja, dan gaat hij weer 10 keer herhaald worden bij jullie en bij Fox en noem maar op. Dus Mootje maakt het zichzelf een klein beetje moeilijk door heel veel risico te nemen. Zo wel eens wisselvallig, briljante momenten. Die hakbal bijvoorbeeld op Seuntjes bij de openingstreffer, wisselt hij dan af met zo'n moment. Wat vind je daarvan als trainer? Nou ja, ik ken deze jongen al 12 jaar. Hè. Ik heb hem als voetballertje gehad bij Vitesse. En het is een voetbalkunstenaar. Hè. En kunstenaars doen vaak hele vreemde dingen. Hè, die soms niet te volgen zijn. Maar ook niet voor tegenstanders. Ik vond hem vandaag bij Vlagen weer ongrijpbaar. Maar hij had ook een heleboel slordige momenten. En als je dan, hij is inmiddels 26 jaar. Ik wil dat hij wat constanter wordt. Het zichzelf niet zo moeilijk maakt. Hè. Want wat je aangeeft, hij is ook betrokken bij die goal. Hè. En dan is hij ook nog is geblesseerd geweest, dus hij hobbelt soms wat achter de feiten aan. Dus hij is ook wel een beetje toe weer aan een goede goal en belangrijk zijn. Maar dat gaat hij nog wel worden hoor, dit seizoen, let maar op. Graafschap verzuimt het naar de penalty om uit te lopen, om afstand te nemen. En dan ja, de gelijkmaker van Helmond Sport, een heel vervelend moment denk ik. Ja, maar ik zeg al tegen Daryl, wij waren nog geen halve minuut aan het spelen. Of Daryl kan dan gewoon de 1-0 binnenschieten. Heeft ook zo hard een goal nodig, alleen voor de keeper. Dat is normaal bij hem 100% raak. Dus we hebben gewoon even wat moeite om het af te maken. En ik zal je eerlijk zeggen, die tweede goal is echt een prachtige goal. En zo hebben we meerdere aanvallen gehad. En niet voor niks aan de kant waar onze supporters zitten. Want ik was echt ervan overtuigd dat zij ook wel een keer teleurgesteld raken bij het missen van zoveel kansen. Maar die bleven ons steunen. En daardoor zeg ik jou, aan die kant, daar waar de supporters zitten, schieten wij nog de 2-1 binnen met die kopbal van Jasper. En dan krijgen jullie, of tenminste het team, ook nog een katje bier. Of twee zelfs. Ja, weet je, dat is allemaal leuk en aardig, maar de helft drinkt niet eens bier. Dus misschien beter om hem bij de trainer in zijn auto te zetten. Wat neem je nu mee van deze wedstrijd? 3 punten en verder niet meer op terugkijken? Jawel, natuurlijk wel. Juist wel op terugkijken. En dit blijf ik gewoon herhalen en aan werken met de jongens. Waarom missen we zoveel kansen? Dat heeft ook vooral met bezetting voor de goal, eindpaas, slordigheid. Dus we zijn juist bezig om dit te verbeteren, want we willen graag promoveren.